Maar hij telt wel 4-0 dus voor Den Bosch. Dan deze strafcorner wordt gestopt in eerste instantie. De push was van Daniek van der Veerdonk. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Frederike Matla. Die haalt in één keer uit met de backhand. En dat kan ze, dat weten we. Het is 5-0 voor Den Bosch. Derde doelpunt van Frederike Matla. Haar zesde in totaal. Hier nog even dat backhandje van der Veerdonk. En het goede afmaken. In elke speelronde treft zeker deze Amerikaan. In het eerste kwart waarin KZ uitloopt naar 3-0. Een fraaie treffer deze van Papa. Camille Papa, een doelpunt om trots op te zijn. Dit seizoen. En dan opgelet, de mooiste aanval van de avond. Van SCSC. Over links hier, de bal naar de Geus. En die kijkt. En die ziet daar Kroot gaan. En via Leuring komt hij uiteindelijk bij Dieke. En die rondt hem af. Een aanval over 7 schijven. Pijlsnel. KZ volledig aan Gort gehockeyd. Als een mes door de Haagse boter. Prachtige teamgoal van SCSC. En dus Dieke. Die je mag maken. In voor. Alweer Gantois in de aanval met Tinve. Hoge bal naar René. Goeie bal. En hij kan naar de tweede paal. Daar is Masson, maar doet het zelf. Guillaume René, 1-3. Ze komen van alle kanten. Ze scoren vlot. Gantois is een machine. Uithaal en dan voorbij. Kukasov, 1-3. En nu moet de racing toch gaan komen, want komen er niet. Is running the show from a New Zealand point of view. Played a lot of hockey in this part of the world, the former Delhi Wave rider. Lovely pick. Oh, that was a beauty. Hayden Phillips. That was magnificent. He took his chance and it was an absolute flyer and it's one apiece. Gugnaar, leuke bal tot bij Govers. Govers zet aan, Luipaard moet erheen. Govers voorbij, de ridder. Govers nog steeds, heeft de steun van Putters, kan nog eens tot bij Raas, maar doet het zelf en scoort. 1-3, wedstrijd gespeeld. Heel mooi en koelbloedig afgewerkt door Lucas Putters. Blake Govers, 2 goals en een assist. Hier voorbij de ridder, die neemt hij wel te grazen. En dan de inspanning van Lucas Putters. Aanname, dan denk je Raas kan nog, maar dan doet hij het al helemaal. En dan legt hij hem over Walter heen. Anders was het een shootout. En op die manier 1-3. Ook Darren Schiesman, Tim Matkovic, dat zich dat hier alles entsprechend dan ontwikkelen kan. Schöner Ball im Kreis. Liemann Richter, dat is een Traumtor. 8e Minute, 1-0 für den BRC. Ah, und du hast ihn das ein oder andere Mal kritisiert, Adrian Lehmann-Richter, nicht, ja, noch nicht top in Form, ne? Aber so das Tor, reingekommen, das Tor in die Saison. Ah, traumhaft. Lehmann-Richter bekommt hier den Ball von Holdermann und dann, Alter, den Ball klasse oben und dann, ja, und dann super schon mal notieren für... De eerste keer in 10 jaar komt er een topploeg langs aan de Hazelaarweg. Rotterdam natuurlijk terug in de hoofdklasse. En ziet Stichtse hier, dat is die topploeg, de score openen na 8 minuten. Zerbo, een spijkerharde backhand, de weg vrijgemaakt. Dan deze actie van Lily de Nooier en het doelpunt van Tyler Lynch, de Nieuw-Zeelandse van Bloemendaal. Goeie goal, de voorzet van Lily de Nooier. Uiteindelijk goed aangenomen door deze Nieuw-Zeelandse Lynch. En zij passeert keepster Julia Remmerswaal. HDM de aanval, natuurlijk. Ze willen die 2-2 maken. De bal bij Steensma, die haalt spijkerhard uit. Heerlijk schot van de aanvaller. Niet helemaal gaat de keeper van HDM vrij uit, Remmerswaal.
En wat een heerlijke uithaal is dit. De winnende in dit duel. En het geeft Pinoquet moed. Want let op, deze actie van Schoenaker in kwart drie. Hij versnelt, komt uit in een lelijke hoek. Maar dan een magistrale uithaal van Nout Schoenaker. Hij miste in de eerste helft een kans. Maar maakt dat helemaal goed met dit zinderende schot. Fantastische goal van deze spits. Hard. That's a great take as well as Phillips tries to get it through. Mandy with the lead ahead of him of Abhishek goes himself and drills it. An absolute rocket from Mandeep Singh. Makes it India 4, New Zealand 3. If there was any doubt who scored the last one, there is no doubt at all this time. It was Mandeep all the way. The acceleration of the last step, body weight three, he's absolutely, he's taken himself off his feet as he's hit it. Look at the little jump. He's absolutely smashed it. Kent van Versteeg terug op het oude nest. En dan let u op deze heerlijke knal. Fantastische goal. Max de Bie met een van de mooiste. Het zijn korte loopbaan tot nu toe. Schitterend. It's always difficult to see how you get a better one. But you and I have been doing this for too long, Dan, to say there won't be a better one. Because all of a sudden there'll be something truly outstanding. Like that. And Mandy Moore has made it more for India 2. It is 3-3. He's gone from one international goal in his career to two on the same night. Amsterdam dat verloor afgelopen donderdag met 2-1 van Pinoquet. Dit is een mooie bal van Mirko Pruijser. Beetje geluk zijn backhand. Maar die komt goed aan bij Boris Burkhardt. En die haalt er één keer uit. En passeert Van Goessen met een schitterend schot. Hoog in het doel. 1-0 dus voor Amsterdam. Na die paas van Mirko Pruijser. Hier nog een keer dat schot van Burkhardt. Kansloos. Ball from Moraes was ambitious. Jugraj got a touch. Lekai received it. And then Reyne has dispatched it. And he's mixing his own tune. The Indian fans aren't singing along though. Because Spain have made it 3-2 here late on. Zevende treffer deze competitie. Dan een enorme fout van de Argentijnse Costa Biondi. Ze levert die bal in met Josje Burg en die weet er wel raad mee. Deze international van den Bosch schiet die bal met de backhand keihard in de kruising. En zij scoort de 2-0. Wat een fout van die Costa Biondi. Met dit Laukes, der komt rein. Nee, dat is niet dit Laukes. Boah. Dat is niet dit Laukes, dat is definitief Strutti. Ja. Ai. So, lässt Gunnar stehen. Und greift keiner richtig an und dann ist er verdammt frech. Aber sehr gut gemacht, muss man sagen. Also da gibt's nichts. 2-1 UAC mit 5 Minuten 58 Sekunden auf der Uhr. Und doppelte Überzahl. Ja. Da geht Anton früh runter, aber das kann ich auch verstehen. Oh, knocking on the door. Harmanpreet. Scythes the ball to Abhishek, who smashes it into the backboard. Listen to the relief. Graham Reed. Well, he doesn't fist pumpy high fives. And Abhishek has the answer for India. Ruime scoren, niks op af te dingen. Tweede helft.
Waarin Gantois eigenlijk controle heeft over de wedstrijd. Goeie bal wel van Kolen richting Santana. Die kan uithalen. Geweldige goal van Ricardo Santana om Leuven weer in de wedstrijd te brengen. Lekkere bal van achteruit van Kolen. En dan de manier waarop hij voorbij de plus gaat. En dan meteen.